Unplugged die heel interessant in hun telefoon aan het kijken zijn op dit moment. Ja. Zo gezellig zijn wij dat ze hun telefoons pakken. Ja, bedankt jongens. We gaan even met de Kees praten. Volgens mij kunnen we de jongens geen award geven hoor. Nee, wel grapje, daar gaan we. Nou. We hebben natuurlijk wel zo net een halve zin te horen gekregen. Ja, dat was wel een halve zin, maar dat was wel een hele goede halve zin. Misschien kan je de rest van die halve zin nog zingen. Kort maar krachtig, ja. En Priya zei het zo net al, we gaan nu over naar wat persoonlijke vraagjes. Mm. En dat begint natuurlijk met het lievelingsnummer, maar dat heb jij niet, Roy. Ik heb alles wat. Maar, wat je nu zou willen horen? Soen Lissera. En dat is van? Van film, of dat ik net. Ik ken het nummer wel. En wat is jouw lievelingsnummer? Ik heb er een paar. Oké. Maar doe maar Basta Rhymes, Baby If You Give It To Me. Oh god, die is zo oud! Ja, maar hij is zo lekker. Hij is inderdaad lekker, ja, hè Pri? Let Basta Rhymes op dat nummer. Waar heb ik het over? Sorry, ik was even zo'n Lissara aan het Ik kijk niet naar Basta Rhymes, in ieder geval. Dus. Het nummer natuurlijk, Basta Rhymes. Ja, nou, die gaan we zeker voor jou afdraaien zo meteen. Ik ben hem alvast aan het opzoeken. Ja. En ik heb natuurlijk nog meer leuke vragen. Want als jullie nou geen artiesten zouden zijn, wat zouden jullie dan zijn? Ik een model. Jij moet wel. We gaan zo meteen een selfie maken met z'n allen. En dan gaan we kijken hoe goed die kwaliteiten naar voren komen. Ik ga mijn best doen. En jij, Roy? Gigolo. Oh my god. Allemaal leuke dingen voor de selfie zo meteen. Ja, interessant. En hebben jullie een favoriete quote? Motto? Een motto waarvan jullie, iets dat jullie iedere dag een beetje motiveert. Ja, dat Hindoestaanse lieder eigenlijk. Ja, bepaalde Hindoestaanse lieder. In nieuwe stijl eigenlijk. Mm-hmm. Qua Bollywood. Oké, maar wat inspireert je daaraan? Zeg maar om romantisch te zijn? Of? Romantisch. Niet echt romantisch, maar. Heb je een vriendin? Ja. Vindt zij jou romantisch? Nee. Dat is een eerlijk antwoord. Oh, je hebt de vrouw, dus je hoeft niet meer romantisch te zijn. Dus dat. Jeetje. Vind jij dat ook? We ben je het niet meer eens, toch? Nee, dat ben ik het niet meer eens. Nee, hoe zit het bij jou? Ik heb ook een vrouw. Je bent wel heel vaak romantisch. Als je van Baby If You Give It To Me houdt, dan... Ik doe mijn best. Ja, ik ben op zo'n tijd romantisch, hè? Dus niet dagelijks. Met Valentijnsdag of zo. Nee, alleen als hij haar boos heeft gemaakt, hè? Ja, hè? Ja, ik ken dat soort typjes. Ik weet het. Eerst maken ze je boos en dan gaan ze slijmen en zo. En een beetje romantisch. Nee, slijmen doe ik niet. Slijmen doe ik niet. Oh, slijmen niet. Nee. Oké. Ja, en waarom... hebben jullie wel eens een prijs gewonnen als band? We hebben niet echt ooit meegedaan met een award of zo. Een award of zo, oké. Wat is jullie leukste optreden tot nu toe? Leukste optreden? Nou, als jullie, zeg maar, jullie praten allebei niet in de mic. Het staat echt zo een beetje in de midden. Ja, toch, zo is het beter. Een beetje eng, hè? Ja, toch. Ja, eng. Een beetje dichterbij, hoor. Eng, ja, ik vind die Kijk, ik denk zelf dat dit ons leukste optreden gaat worden. Oké, dat is heel mooi. Maar tot nu toe niet echt een optreden gehad wat je is bijgebleven? Nee, het waren gewoon normale optredens. Dus, Drie bergen vond ik wel interessant. Interessant. Iedereen deed lekker mee, gezellig mee. Ze deden allemaal gezellig mee, ze voelden onze muziek. Dus het gaf een beetje spirit natuurlijk om verder door te gaan. Ja, goede referenties zeg maar, daarna overgehouden. Veel complimenten gehad achteraf. Dus. En wat is nou het gekste wat je hebt meegemaakt met een fan? Van de publiek? Met publiek? Ja. Hebben jullie wel eens bij een vrouwen gehad die onderbroeken naar jullie gooien? Bijna. Verwachten we soms wel, maar, maar tot, helaas, nu, tot nu toe is het niet gelukt. Tot nu toe. Wie weet, de 28ste. Wie weet. Ik
zal mijn mooiste kleren aantrekken ervoor. Ja, doe dat maar. Zo, dan ga je van heel veel hemelstaatsmeisjes krijgen, vooral als je hemelstaats gaat zingen hoor. Ik ga mijn best doen. Nee, maar dat mag helemaal niet, want je hebt een vrouwtje thuis. Dus hou allemaal je onderbroeken bij je. Is goed voor de ego. Ja, inderdaad, sowieso. En luistert je vrouw nu? Ik denk niet dat ze blij met je zal zijn als je thuis komt. Nou, maar ik ben romantisch genoeg, dus het kan. Oh, dus je maakt het wel weer goed. Ja, oké. Laten we hopen. Ja. Hey, hebben jullie nog tenslotte een boodschap voor jullie fans? Wat ik al zei, kom massaal naar de Lucien Theater op de 28e. En schreeuw je uit naar ons. Wij moeten winnen natuurlijk. Dus, jullie moeten winnen, inderdaad. Ja, dat wilde ik horen. Eindelijk iemand die durft te zeggen. Maar waarom denk je dat jullie zouden winnen dan? Heel brutaal. En je mag ook net ik zo mag heel zelfverzekerd. Juist. Het gaat wel heel lelijk zijn als we verliezen, maar. Dat maakt niet uit. Motivatie. Wij voelen muziek, dus. En die muziek winnen. Voelt jullie, dus die combinatie kan gewoon niet fout gaan. Ik begrijp je helemaal. Ja, toch. Ja. Nou, we gaan lekker dit interview afsluiten met een nummer. Met twee nummers. We hebben Sunil Sara van Sing Them Returns. En we hebben voor Leighton Busta Rhymes Give It To Me, toch? Ja. Oké, is goed. Gaan we... Wie gaat eerst? Oh, dat doet er niet toe. Maakt niet uit. We zijn één groep, dus... Het maakt er helemaal niet uit. We zijn één groep, dan krijg je ook maar één nummer, hè? Dus pas op met dat sorry. We gaan eerst luisteren naar Sun Lissara van Sing 'Em Returns. Blijf luisteren, want dan zijn we terug met Ecstatic. We staan inmiddels hier met de meiden van Ecstatic. Ja, dat klopt. Dat klopt? Hoe is het ermee? Goed hoor. Ja, dankjewel. Jullie zien er prachtig uit allebei. Dankjewel. En jullie zijn natuurlijk ook een van de genomineerden van de Hindipop Music Awards. Hoe voelt het om genomineerd te zijn? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Het is een eer om met zoiets, zoiets deel te nemen. Ja, dat klopt. Dat vind ik ook. En jullie zijn nu bekend als Ecstatic. Ja. Waar haal je die naam ineens vandaan? Wel een leuke naam hoor, maar ik denk want we kennen jullie natuurlijk, althans, ik denk de meeste wel van ons, die kennen jullie natuurlijk als Jennifer en Anoopa. Die meisjes, die Hindustaanse meisjes die gewoon op tv zijn geweest, die gewoon hebben gezongen, heel Nederland kent ze. En we komen nu met een nieuwe naam. Ja, we zijn nu als duo samen, een act. En die Ecstatic hebben wij gekozen omdat wij... als wij muziek maken, zijn we zelf in extase. En we weten ook dat veel mensen die als ze dansen of genieten van muziek, voelen ze ook extase. Dus vandaar dat het de toepasselijke naam voor is. Oh ja, nou, er zit inderdaad wel wat in. Ja, zeker. Het klinkt ook lekker. Ik heb het ook nog niet eerder gehoord. Je hebt wel heel veel van dat soort namen, maar leuke naam in ieder geval. Dankjewel. Ja, en jullie doen natuurlijk mee om te winnen. Maar waarom denken jullie dat jullie gaan winnen? We doen eigenlijk niet mee om te winnen. Zegt iedereen dat nou? Wij zien het gewoon als een mooie kans om op te treden. We houden van optreden. En het is natuurlijk een goede opportunity. Er zijn scouts daar aanwezig. Om de brug te vergroten tussen dus de Hindustaanse muziek of talenten. En naar de westerse wereld. Naar de Nederlandse media, internationaal, om die brug te vergroten. Oké, nou ja, er zijn dus inderdaad scouts aanwezig. Dat heeft de Kisje ook aan het begin van het programma gezegd. Jullie gaan dus extra jullie best doen tijdens deze act. Wat gaan jullie doen? Mogen we alvast iets weten? Nou, ze kijken elkaar eigenlijk... aan van zullen we? Dit is eigenlijk een verrassing. Oké. Dus we willen het eigenlijk niet weggeven. Oké. Maar, zoals Anoopa net ook al eerder zei, we werden net geïnterviewd buiten. Het zal wel een show zijn die mensen niet van ons zullen verwachten. Dus we kunnen iets à la Lady Gaga outfits verwachten? Zeg ik met pret-oogjes? Dat kan misschien wel kunnen. Misschien. Zelfs dat willen ze niet verkopen. Misschien breng ik ze op ideeën. Ik zou het lekker gewoon doen. Ja. Doen. Als je nadenkt van wat zal de rest ervan vinden. Joh, er komt een hele nieuwe generatie op en die vindt het allemaal geweldig. En als het bij Lady Gaga kan, waarom dan ook niet gewoon bij onze eigen Hindustaanse
chickies, om het zo maar eventjes stoer te zeggen, toch? Ja, klopt. Dat zeg je mooi. Inderdaad, in de entertainmentindustrie, Bollywood, Hollywood, van alles. Ja, dat gewoon zelfs gedurfd. In Bollywood lopen ze in bikini. Waarom blijft Nederland dan achter, hè? Ja, precies. Ja, ja en er zijn natuurlijk samen met jullie nog 8 andere genomineerden. Jullie weten al wat ik ga vragen, hè? Wie is jullie grootste concurrent? Ik ben een danser, ik dans in muziek. Ja, ik. Kijk, we zien ze niet echt als concurrenten. Nee, we hebben ons niet gevangen. Je kan het meer zien als een betere term zou zijn: concurrenten. Ja. Ja, precies. Ja. Maar het is, bedoel, we gunnen iedereen het beste en ik vind het voor hun ook allemaal leuk. Ja. Maar ik denk wel dat als ik iemand zou moeten kiezen, dan is het toch wel Ashwin Jedi. Yeah. Omdat die namelijk ook, nou, hij is een van de weinigen die ook echt zingt, hè? Dus dat is een beetje hetzelfde veld, dat is één ding. En ten tweede begeeft hij zich ook een beetje uit de Hindi scene in de westerse markt. Ja, ja, dus ja. En dat is ook waar jullie naar een beetje naartoe willen gaan? Ja. Ja, klopt. Jullie hebben toch wel eens samengewerkt met Ashwin? Nee. Niet? Nee, ik weet niet hoe ik er dan daarbij kom. Maar waar zien jullie jezelf? Nou, zij heeft een reggae nummer gemaakt. Misschien ben je in de war. Daardoor. Oh, misschien inderdaad dat ik daardoor een beetje in de war kom. Ja, een beetje hetzelfde. Een reggae nummer? Ja, met Cayente en Jogaman. Oh, en hoe heet dat nummer? Is dat nummer al uit? Het is al een aantal jaren geleden uit. Yeah. Het heet Miati en Nagiu. En waarschijnlijk heb je het vast wel gezien. Waarschijnlijk wel, ja. Het was in Suriname uitgeroepen tot, ja, tot lied van het jaar. Oké, okay. Ja, dan zou ik het nummer ongetwijfeld kennen. Ik ga hem zo meteen even opzoeken. Die gaan we lekker ook afspelen. Maar ondertussen, wat zijn jullie lievelingsnummers? Want we gaan zo meteen afsluiten met jullie lievelingsnummers. En roep maar wat. We luisteren voor alles hoor. Bollywood en ook Engelstalig natuurlijk. Ja. Yeah. Maar ik zelf ook. Maar als je nu eentje zou moeten kiezen van ik heb nu zin in dat nummer, welk nummer is dat? Mijn nummer op dit moment is Bang Bang van Jessie J, Nicki Minaj. Ja, daar hou ik ook van. Die gaan we lekker weer afdraaien. Ja, tuurlijk. Mensen zijn aan het bonden hier. En Jennifer, jij? Nou, ik heb echt heel veel favoriete nummers. En Mike, alsjeblieft. Ik heb heel veel favoriete nummers. En ja, het is misschien dan wel een heel langzaam nummer. Wat ik zelf heel vaak naar luister, is Beautiful van Christina Aguilera. Oh, prachtig nummer. Als ik een beetje down ben of ik heb een oppeppertje nodig, dan luister ik. Het is een beetje je, hoe noemen ze dat? Een beetje een anthem. Ja, ja. Je feel good song, ja, is dat een beetje. Ja, 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 ja. Ik heb ook een heel erg Barbie nummer als feel good song. Ja, wat is ik dat? Zal jullie dat ik zeg het even buiten de microfoon. Oké, okay, dan gaan we nu eventjes eerst luisteren naar Bang Bang. Even de goede uitzoeken. En dan zijn we zo meteen weer terug bij jullie met wat meer persoonlijke vragen met Ecstatic. Blijf luisteren en tot zo. At the end of the day, I need some distraction. Oh, a beautiful release. The memories seep through my veins. The life may be empty, oh, and careless, and maybe I'll find some peace tonight. In the I know that
I'll think of you in every step of. I can see you standing there and we're in this game now. Who lays the rules down? Look away, my eyes will see that the game is on now. You got me somehow. Ecstatic, enigmatic love. It's magic, just can't get enough. Oh, 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 oh. Who can play the game? Who can do the same? Oh, 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 oh. Los achter. Ja, het liefst zingen we natuurlijk op muziek, lekker swingen met z'n allen. Dat was trouwens een stukje van Game On, onze eerste single. Nou, dat is super. Ik vind niet dat jullie muziek nodig hebben. Dat is zo mooi. Dat wordt inderdaad nog beter. Hey dames, ik zou echt nog zo lang met jullie blijven willen doorpraten. Ik vind dat jullie nog een keertje moeten langskomen. En dan gewoon de hele uitzending lekker meedoen. Want ik heb nog zoveel vragen voor jullie. En ik wil nog zoveel weten. En we zijn nog niet eens toegekomen aan onze gekke en persoonlijke vraagjes. Dus kom alsjeblieft terug. Ja, jongens en meisjes, dames en heren. Dit was het dan, de speciale HMA 2014 report vanuit de IMDC studio. Ik wil Soraya bedanken en Priya bedanken voor deze opportunity. En mensen thuis, ja, Queenie. Wij zien jullie allemaal 28 september op de Hindipop Music Awards in het Lucent Danstheater. Get your tickets now. www.hindipopmusicawards.nl. See you there. Yeah.